Dit gebeurde er allemaal in 1999. Op 20 april 1999 was er een bloedbad op de Columbine High School in de Verenigde Staten. Op die dag schoten Eric Harris van 18 en Dylan Klebold van 17 12 medeleerlingen en een leraar dood en pleegden vervolgens zelfmoord, zoals ze van tevoren hadden gepland. Het was de dodelijkste schietpartij op een school in de Amerikaanse geschiedenis. Op 11 augustus was er een totale zonsverduistering die over heel veel landen trok. De zonsverduistering was achtereenvolgens te zien in deze 17 landen. Engeland, Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Hongarije, Servië, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Syrië, Irak, Iran, Pakistan en India. In 1999 was de 89ste editie van de Tour de France. Deze editie werd gewonnen door Lance Armstrong. Lance Armstrong won vanaf 1999 zes keer de Tour, maar die overwinningen zijn hem wegens dopinggebruik anno 2012 weer afgenomen. Op 1 mei 1999 werd Marianne Vaatstra op 16-jarige leeftijd verkracht en vermoord. Zij was onderweg van Kollum naar haar ouderlijk huis in Zwaagwesteinde en werd vlakbij Veenklooster gevonden. Op 18 november 2012 is Jasper S. gearresteerd en op 6 december 2012 heeft hij de moord bekend. Op 16 september was de eerste uitzending van de spraakmakende reality-serie Big Brother. De serie werd geproduceerd door John de Mol en Paul Reumer. In het programma verbleef een groep mensen ongeveer 100 dagen in een huis. Dat was uitgerust met camera's, zodat ze voortdurend door de kijkers konden worden gevolgd. Na 100 dagen won een van de deelnemers een geldprijs.